Wij zeggen goedemorgen allemaal, Landverkuik. Goedemorgen. Ja, we zijn er tot 9 uur en we schakelen zo direct over naar Pierre Hermans. We gaan al even op het knopje drukken, dus dat gebeurt dus nu. Een hele goeiemorgen. Je luistert naar Omroep Landverkuik. Ja, en Jolanda, dus we hebben niet alleen Pierre, maar straks natuurlijk ook gaan we de Gouden Bijlbox nog een keer proberen doen, één keertje. Ja, wel jammer hè, dus dat niet gelukt is. We hebben verbinding, dus niks aan de hand. Dus Jolanda zit al te kijken van hoe zit het? Ik zag wat springen, maar dat maakt niet uit. De Gouden Bijlbox en natuurlijk de uitslag nog van de Tijd voor Taart. Ja. En misschien heb je nog wel meer nieuws, zou zo kunnen. Ik heb zoveel nieuws. Oh, je hebt nog nieuws, nog regio nieuws. Jolanda, aan jou de microfoon. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. We hebben gisteren mooie foto's gemaakt die nog allemaal laten komen. Hij is een boksmeer wereldberoemd en ver daarbuiten. Ook als grote baas van de bekende wielencriterium Daags na de Tour. Maar ook als investeerder, projectontwikkelaar en zijn directe uitspraken. Ik doe altijd zaken een beetje jannen op scherp zetten en kietelen. En gewoon als een gezellige gast. Wat zal ik nou eens even verzinnen dat ik meteen alle aandacht krijg? Linders en Linders hebben hem gestrikt op dinsdag en donderdagochtend. Voor de ondernemerstip van Pierre. Ik krijg toch een beetje benauwd. Hier is Pierre Hermans. Goedemorgen, Pierre. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Het was een lang introotje voor jou. Oh ja, ik dacht al dat ik mijn stem ergens op de achtergrond hoorde. Maar ja. Stil. Dat klopt, ja. Goedemorgen, Pierre. Ik denk, ik hoef niks meer te zeggen. Goedemorgen. Ik kom er goed vanavond. Ik heb niet kunnen slapen van de zenuwen. Dat hadden we al gedacht. Hey Pierre, je bent ondernemer. Je bent ook de tourbaas van de Daags na de Tour. En je doet eigenlijk van alles, hè? Ja, dat klopt. In mijn dagelijkse leven heb ik een aantal ballen die ik in de lucht houd. Ja. Goed houden is een groot woord. Maar veelzijdig, klopt. Wat is nou jouw geheim, jouw eigen geheim? Ja, mijn eigen geheim, ja, weet je, het is een beetje kort door de bocht, maar ik ben altijd op zoek naar mensen die net als ik de kansen zien en ik probeer zoveel mogelijk de mensen te mijden die beren op de weg zien. Nou is het niet zo dat ik al gelijk heb en degene die de beren zien ongelijk hebben, maar door positivisme word ik altijd wel gedreven en meer enthousiast om dingen te realiseren of doelen te halen die ik mij voor ogen gesteld heb. Ja, je bent dus een positief mens, Pierre. Ja, ik zeg het zelf, maar ik vind het wel, ja, daar mag een ander anders over denken. Ja, precies. Positief. En misschien niet altijd de makkelijkste, maar ik denk wel positief. Oh, daar zijn we ook nieuwsgierig naar. Ja, en duidelijk, vind ik. Ja, positief en duidelijk. Ja, dat klopt wel. Ja. Ik heb wel partners waar ik mee werk die altijd zeggen van poeh, hij komt wel hard aan. Maar het is wel duidelijk, ja, wat jullie zeggen. Ik ben wel duidelijk, ja. Ja. Nu was je gisteren even in Graven. Het was natuurlijk een hele tocht om op de plek te komen, want Graven ligt open. Voor een fotoshoot, hoe vond je dat? Ja, leuk. Hartstikke leuk. Ja, we gaan het leuk zien. Om te doen. Ja, weet je, en ik draag Landverkuik een warm hart toe. En ik zeg altijd, ja, maakt niet uit waar ik woon. Maar ik wil eigenlijk wel mijn hele leven tussen Graven en Marseilles wonen. Tussen de Maas en de Middenveelweg. Maar goed, die mensen zitten allemaal te luisteren en of te kijken op dit moment. Ja. Dat klopt. Ja. Hey, we hebben het thema kooplokaal hebben we centraal staan. En er zijn natuurlijk ondernemers, winkeliers, ja, die proberen nu het hoofd boven het water te houden. Heb je voor vandaag een tip voor deze mensen? Voordat ik over jullie na ging denken, had ik het al met mijn vrouw daarover. Kijk, die horeca die kreeg een enorme klap. Dat gaan we nu maar niet in detail bespreken, want dat horen we de hele dag op de radio. Maar om dan in te zoomen op jullie vraag, weet je, en natuurlijk niet iedereen kan wat ik nu zeg, maar als je het kunt,
dan zou ik daar toch waar voorheen je uit ging eten, dat restaurant nu bellen en bestel je favoriete gerecht. En je doet ze nog gewoon de plezier om er 1 of 2 flessen wijn bij te bestellen, dat die rekening zo hoog mogelijk is. Want willen we Land van Kuik leefbaar houden, ja, dan zullen we toch samen daar de schouders onder moeten zetten. En te zorgen dat bijvoorbeeld de horeca waar ik het nu over heb, in leven blijft. Als die corona achter ons ligt, dat ze dan ook nog geopend zijn en dat we daar terecht kunnen. En natuurlijk ook voor de middenstand waar we het over hebben. Maar de winkel in de straat, nou, die hebben het ook niet allemaal even makkelijk. Maar een aantal brandjes hebben er wel bij gevaren de laatste maanden. Maar de bulk, net als in het textiel, ja, die hebben een enorm moeilijk voorjaar gehaald. Ja, precies. Maar ondanks dat je dan maar geen feestjes en parties hebt en geen glitterjurkjes of glimmende schoenen nodig hebt, daar moet je misschien toch maar gaan kopen. Dan trek je ze thuis maar aan als je voor de tv zit, je gale jurkje. Dan heb je die winkelieren in ieder geval een plezier gedaan. En zet een foto op social media. Zeg, ik ben er helemaal klaar voor. Het is niet zo dat het een geweldige avond had moeten worden. Maar ik ga er een mooie avond maken met een glaasje wijn en een mooie kapsel en een jurkje. En denk ik dat we goed bij de detailist en de restaurateur, maar om toch te zorgen dat ze het hoofd boven water kunnen houden. Nou, dat is wel heel belangrijk. Ja, dit is natuurlijk een tip voor iedereen die de ondernemers in het Land van Kuik kooplokaal een hart onder de riem willen steken. Nou, daar wordt dan mijn glitterjurkje aan, hè, vanavond. Ja, ik vind het wel een tip. Vind ik echt. We hebben verjaardag aankomende zaterdag. Nieuwe kleren aan. Ja, nieuwe kleren aan. We maken inderdaad een foto met lokale gerechten, dus die we dan ophalen, want anders hadden we ook boodschappen gedaan daarvoor. Dus ik ben het helemaal met je eens. Niks online bestellen, gewoon lokaal. Tafel mooi dekken. Ja. Jurkje aan, de mooie kapsel en de goede. Dat gaan wij doen, Pierre. Ja. Jij krijgt van ons sowieso een foto van zaterdag. Ja, gaat helemaal lukken. Dus Pierre, dank je wel voor de tip van vandaag. We gaan je aankomende dinsdag gaan we weer bellen. Rond 8:30. Hoi. Ja, dus, dat ik nou weer 5 dagen om na te gaan. Ja. Ja, gooi er een kwartje in en dan komt er een gulden uit, hè, bij Pierre. Dus, een euro, hè? Ja. Hey, luisteraars en kijkers, echt afstand houden. Bagatelliseer niet alles. Denk er niet lichtjes over. We moeten echt onze stinkende best doen allemaal om te voorkomen dat het erger wordt zoals het nu wel is. En het moet minder worden. We moeten echt zorgen dat we zo snel mogelijk weer ons leventje op kunnen pakken. Ja, het is een hele duidelijke opgave. Dus oproep die je doet naar de luisteraars. Pierre, blijf gezond. En, dat doe ik. Fijn weekend en tot dinsdag. Ja, we spreken elkaar. Oké. Fijne dag iedereen. Fijne dag. Hoi.